Zo, daar zijn we dan. Zijn we er? 3 uur met deze mofklapper in de auto moeten zitten, maar we hebben het overleefd. Maar waar zijn we dan? Ja, we zijn op Kagerzoom. Kijk. En Kagerzoom is de baan waar ik ben begonnen, dus daar liggen mijn roots. Straks ook even in het clubhuis even kijken. We gaan 9 holes spelen. En we hebben een cameraman bij ons vandaag, Daan. Leuk dat je er bent, vriendje. We gaan jou niet zien, maar wij zien jou wel. Zie je mij, Daan? Zie je mij een beetje, of niet? Kan je mij een beetje zien in beeld te leren? Ja man, hier ligt mijn historie. Hier ben ik groot geworden. Nou ja, groot. Ik weet niet of het groot is, maar... Laat zien dan. Ja, hier, 1997. 25 geleden. Jaar geleden bijna. En dat is de enige keer dat je erop ja, gaat? Ja, voor de rest... talentje hoor. Talentje. Ik zie, oh wacht, hier. Wacht, maar er staat nog wel een andere kras op, toch? Ja, hier ergens. Toch? Ja, en hier ook. En mijn vader, ik zit samen met mijn vader er ook op. Ja, hier zo, hier staat hij. Ik zie hier ja, mijn vader, ja, Stokely Senior. Oh, Hoi en Wan. Oh, heeft hij Hoi en Wan? Heeft hij nog een steltje? Nee. Maar Stokely Senior toch ook? Hey, hier zo, kijk aan. Staat hij hoor. Ja hoor, Stokely, ja inderdaad. Oh, dat is ook al. Aardig. Dit zijn gewoon je roots hier. Ja, mooi. Ja, daarvoor zijn we hier ook. Daar ken je het hele clubhuis niet, maar dat er zijn. Vlogje 2. Ja, 2 alweer. Ja. Tot mijn spijt heb ik besloten je nog een keer te zien in korte tijd. Ja, we gaan deze keer misschien wat meer uitleg geven ook met wat we aan het doen zijn. Dus we hadden toch wat vragen. Mensen zeiden van ja, joh, waarom speel je die club en zo. Dus dat gaan we deze keer wat meer doen. Ja, en we slaan een driver omdat het op YouTube komt. Ja, dus ik sla ook een driver nu. Ik heb wel, loop maar even mee. Waar is je auto 3 dan? Ja, die heb ik thuis gelaten, man. Waarom dan? Ja, ik bedoel, ik hou niet van negatieve herinneringen. Oh, dus die kleine berghol 8 bedoel die je? Die kleine toppenhol 8 heeft mij doen besluiten de auto 3 uit de tas te doen. En zoals jullie weten, het ligt nooit aan jezelf. Het ligt altijd aan de materiaal. Altijd aan iets anders. Ik ben benieuwd hoe lang de driver meegaat deze ronde. Oké, mensen, vorige keer heb ik veel ijzers van de tier geslagen. En daar heb ik veel van geleerd. Dus vandaag driver. Lange par 4, 400 meter om nabij, Dave. Bijna, veel wind tegen, bunker rechts van de fairway. Ja, ik moet gewoon een goede bal slaan. Voor! Ja, dat is een bekende plek hoor, deze. Nou, ik zie jou op hol 2, maat. Lekker hoor. Het voorbeeld doet volgen, zeggen ze. Maar ik ga deze bal echt niet opvolgen, want die ligt hij ligt nog net op de golfbaan, zullen we maar zeggen. Ik lag een tikje rechts. Hij zul je straks wel zien op de tracer. Oh, spijker. Perfect. Die is echt perfect, Dave. Ah, daar doen we het voor. Waar is mijn roze tee? Oké, mensen, drive als tikje rechts. Vanaf de tee, ongeveer 50 meter van de lijn. Ik heb 185 meter wind tegen. Een bunker voor de green nog. Ja, ik moet gewoon echt een goede bal slaan, want Dave ligt midden fairway wel op de juiste hol. Hey Daan, heb jij Gijs gezien? Ik zie hem niet hoor. Gijs? Hè? Gijs? Ja. Gijs? Gijs heeft een redelijk goede bal wel terug naar de green geslagen. Ja, nou, ik ben best blij. Ja. 185 meter wind tegen. Ja, dat hebben we net al gehoord. Nu is mijn slag. Ja. Ik heb 130 meter over, wind vanaf links. Ik sla een ijzer 9. En ik probeer links van de vlag te blijven, want die staat wel heel dicht op de rand. Dan ga je nog laag slaan of zo, of hoog? Nee, ik denk dat ik hem gewoon normaal laat vliegen. Normale? Oké. Okay. Oh, die kan wel eens heel goed zijn. Och,
Wel een bal zeg. Oké, ik heb deze bal een meter of 20 naast de vlag. Eigenlijk was best een goede bal. Ligging is niet heel goed, hij ligt een beetje diep. Wel een lastige chip eigenlijk, dus ik hoop dat ik hem binnen 2-3 meter kan krijgen. Dat zal mooi zijn. Ah, niet slecht voor jou. Ja. Relatief rechte put, gebeurt niet heel veel in. Een meter of 10 moet te doen zijn. Goeie put. Nou ja, hier ligt mijn bal inmiddels. Put van 6 meter. Dave een kleine meter er voorbij. Maar goed, even refereren naar onze eerste vlog. Hij gaf mij geen puts, dus hij krijgt ze van mij nu ook niet. Oh, best rap. Ja, netjes. Goeie bogey. Jo. jammer. Zonde. Helaas liep mijn birdie put eruit zoals jullie zagen en Dave maakt een par. Dus, ja, het scheelt nog steeds 1. 1 slag. Wel een goede put, man. Het zijn par 5, 460 meter volgens mij. Ongeveer, ja. Bunkertje links, bunkertje rechts. Uiteraard met de driver. Wind schuin achter. Lijkt erop alsof er best wel wat ruimte is ook om gewoon een goede driver te slaan. Ik zet hem op de rechte bunker en hopelijk komt hij vanzelf een stukje terug. Alle trots kan hè, zo meteen. Ja, zeker. Oeh. Zie je hem? Ja, die kan in het water liggen links. Ja, Dave ligt misschien in het water, dus ik moet nu een goede slaan. Ik sla ook driver. Deze gaat ook hard. Helaas dropje moeten nemen, waterhindernis. We gaan verder voor 3. 190 meter naar de green. IJzer 4, uit wat zwaardere ligging. Hopen dat we er komen. Nooit gezien. Ja, rechts. Zit. Wow, wat een bounce. Dave. Ik stond net in het water, dus ik kan hem nu pakken. Ik heb ijzer 185 meter. Waarom een 7? Ik lig een beetje hoog op de ruf, daardoor krijgt de bal wat minder spin. Dus ik hoop ook dat dat gaat gebeuren. Dan hoop ik ergens op de green te liggen. Oh, die is goed. Oh, is erover. Is te ver. Flyer. Ja. Alright, bal gevonden. Ligt bij een boomstam. Een stronkje, een wortel. Ik heb eigenlijk geen ligging. Ik ga het er beste van maken. Ik hoop hem laag met een 7 op de green te krijgen en hopen dat de putjes de rest van het werk gaan doen.
tegen ijs wellicht. Ja, dit is niet normaal, mensen. Welke kant gaan we op? Ja, we gaan dus die kant daarheen. En ja, ik zit nog een beetje... Clubje te veel? Ja, blijkbaar, want ik zei ijzer 7, 185 meter flyerlaai. Ik denk nou, dat... Waar ben je überhaupt geland? Nou, daar. Lekker harde bunker. Dus hij, ja, het is gewoon wonderbaarlijk dat hij eigenlijk hier is blijven liggen. Dat is eigenlijk nog het knappere ervan. Wat ga je doen? Ik heb geen idee. Oké, nou wat, eigenlijk wel een beetje gezamenlijk overleg, wat niet mag natuurlijk in een wedstrijd. Maar gaan we van de putter naar de ijzer 2. Dan is het idee dat hij dus een soort looping gaat maken. Nee! Nou, het is helaas niet gelukt net, maar ja, we hebben op zich een prima uitgangspositie. Dus ik ga nu met een sandwich 55 graden balletje bij de vlag leggen. Ja, maar. Ik raak hem net te hoog. We zijn ongeveer een half uur later. Gijs heeft te lang gedaan om een keuze te maken. Ik heb een put voor par, meter of 10, maar minder. Meter of 7, net buiten de hol. Turn, kom maar. Neem maar mee. Kijk, ik heb hier een put van 4 meter. Dave maakt 6, dus deze moet erin om gelijk te komen. Ja, goeie half, man. Nou, twee parretjes, eitje. Staan we ineens op een beest van een hol, volgens mij. Ja, dit, jij kent hem beter. Dit is best wel een lastige par 5. Ik moet zeggen dat hier ook wel kampioenschappen verloren en gewonnen zijn. Kan ik me wel voorstellen, ja. Wind tegen van links. Dus voor spelers als ik die een fade slaan, een balvlucht naar rechts, is dit echt een lastige afslag. Windstil is die echt in twee te halen. Gaat je vandaag denk ik niet lukken. Misschien als je een super bounce hebt. Hey, we gaan ons best doen. Driver, er zit niks anders op. Ik moet wel. Moet wel. Volgens mij is hij over de bunker. Ik zag hem niet vliegen. Die is aqua. Voor. Verschrikkelijke dukhoek. Echt gewoon vol plons water in. Ik moet droppen. 285 meter. Geen beste ligging. Wordt een ijzer 5 neerleggen. Hopen korte slag naar binnen. En kijken of we nog wat kunnen redden. Maar Gijs ligt er wel echt heel erg goed voor. Dus die gaat voor de green met 2. Par 5. Wordt lastig. Oh, sit. Zit. Sit. Oh, 220 meter. Een goede drive. Even kijken, ijzer 2. Ja, deze moet ik gewoon goed raken. Dave ligt rechts in. Ligt prima. Niet fantastisch. Prima ligt hij. Mooie hoek naar de green. Ik ga voor de green, dus ik probeer een lage bal een beetje een soort chasertje-achtig er naartoe te slaan. Sla hem niet weer in de bunker, Gijs? Hoor jij wat maat of niet? Ja, een beetje horen.
Nee, links. 115 meter, lichtwind tegen, rare ligging. Ik punch een ijzer 9, probeer hem laag te houden. Hopelijk dicht bij de vlag en misschien nog een power. Net te kort. Oké, ijzer 2 net hier beland, net in de ruf links van de green. Pitchje van, ja, het zal het zijn, 30 meter ongeveer. Lobwedge. Op zich niet heel moeilijk schot. Best wel veel ruimte tussen de vlag en de green. Ja, ik verwacht deze toch wel binnen 2 meter hoor. Dat moet ook wel, want Dave ligt op de green. Oh nee, niet op die downslope. Lekkere bal hoor, maat. Oké, put voor par. Gijs ligt daar met 3. Hij heeft 2 putjes voor par, dus deze moet erin. Ik wil hem heel graag erin hebben. Oh, moet je hem niet kort laten. Kom aan. Go, go, go. Jammer zeg. Oké, mensen, dit is eigenlijk best wel een belangrijk momentje. Als ik hier een birdie maak, dan sta ik 1 slag los van deze pannenkoek. 2 slagen zelfs? 2 slagen, ja, zelfs. Put voor birdie. Deze moet erin. Je hebt nog nooit een put voor birdie gemaakt boven de 2 meter, dus op zich maak ik me nergens zorgen over. Wat een vuile draak is het toch ook. Concentreer je even, kom op. Ja, jammer. Hij doet niks. Wat is dat nou? Ja, mocht je hebben, Gijs. Oké.
Go, 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 go. Oké, okay, mensen, we zijn op de laatste hol. Ik sta 3 slagen voor, maar liefst. Dave, die had toch een paar afzwaaitjes hier en daar. En ik wist mijn bal in het spel te houden. Het feit dat ik 3 ballen wegslaan, vind ik dat ik er nog best goed voor sta. En ik heb Gijs wel eens vaker een laatste hol zien spelen, dus ik heb nog alle kansen in. Ik sla driver. Kom. Gijs slaat echt een wereldbal, dus... Wat zei je? Ik hoor verstond je niet. Lekker. Oh ja. Oh, dat zit. Nee, die is goed. Volgens mij ligt hier op 98 meter wel in de rug. Dave ligt 20 meter dichterbij. Ruimschoots, 20 meter. Ja, ruimschoots. En wie staat daar achter dan? Ja, ik. Oké. Die kreeg de vorige keer pakt wel. Volgens mij sta ik voor de camera, maat of niet? Ga maar staan. Oké. Even weer terug waar we waren. 98 meter. Sandwich. Niemand interesseert het wel. Half sandwich. Hopelijk kan ik zijn voorbeeld volgen of het nog beter doen eigenlijk. En dan gewoon erin slaan. Oh, nee. Ja, een balletje hoor, dit. Nee. Mooi. Mooi contact. Mooie lijn ook. Gelukkig had je de afstand wel. Fantastische bal. Ja, dus, er blijft weinig over voor mij. Gijs ligt voor birdie. 3 slagen voor. Zelfs als ik deze put maak, ga ik nog niet winnen. Dus het enige wat ik kan doen is juichen voor Gijs als hij de birdie maakt en onder par speelt. Oh, blijf rollen. Go. Blijf rollen. Go. Oké, ik hoef eigenlijk maar 2 putten te maken, maar ja, ik wil eigenlijk wel met een birdie eindigen, dan eindig ik 1 onder. Maar dat kan jij niet. Je hoort al, Dave heeft hier uiteraard al het vertrouwen in mij. Fijne vent. Even maken nou, hè. Laat zien dat je met leeftijd toch nog goed kan golven. Get in. Kom maar. Hoe kun je die nou missen? Oké, mensen, dit was het dan. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien, toch? Dankjewel, Dave. Verdiend. Goed gespeeld. Ja, dankjewel. Nou, jij de vorige keer sowieso. Ik heb bar gespeeld vandaag. Nou ja, eigenlijk voor hoe slecht ik stond te drijven, had ik mijn score nog redelijk bij elkaar. Ja, je had gewoon een paar slechte ballen en dan komen ze heel ongelukkig uit ook. Smalle baan hier. Op 6 was ook wel lullig, want op zich was die drijf. Ja, hij was wel rechts, maar had net zo goed eigenlijk in de baan kunnen blijven. Maak een goede birdie met de tweede bal. Ja, ja. Maar verdient gewoon nog ook, hè. Mooi baan hier. Ja, leuk hè? Ja, ik vond het echt leuk om weer even hier te zijn.